Krijgt hij maar in. Houdt die bal bezit. Opletten nu erachterin. Wordt dit wat? Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Mooie paas zeg. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat. Met zijn hoofd notabene. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Hij kan de bal links kwijt. Daar is de opening. Verdediging alert. Hij geeft een goede paas. Oh, zo makkelijk was het niet. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Komt die verdediger tegen. Kan wat worden. Probeert het. Ja, en nu? Hij heeft hem te pakken. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Dit is het. Geen blinde knal op doel, maar een technisch verfijnd schot. Ja, dat blijft het in boeken. Ja, heel mooi schot. En, Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Hele moeie hard. Een gevaarlijke situatie. Doelpunt! Het staat weer gelijk. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Oppassen geblazen. Die pakt die bal op. Ja, en een schot. Prachtig balletje hoor op zijn medespeler. Op zoek naar de opening. En nee, dat gaat niet lukken van die afstand. Schot van verre makkie hoor. Het zag er ook. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Ja, en nu? Hij gaat ervoor. Dat ziet er veelbelovend uit. Dat is een kansrijke paas. Hij komt heel goed zijn doel uit. Blijft goed kijken en pikt de bal van de voet vandaan. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Daar is het doelpunt. Een slechte paas waardoor de bal weer in bezit komt van de tegenpartij. Hij kon niet zo goed zien wat er om hem heen gebeurde en maait de bal dus terecht over de zijlijn. Ja, gaat op het doel af. De bal komt terug. Hij zag hem vrij staan. Hij vindt een medespeler. Die tekt. Dat ziet er goed uit. De coach brengt een andere speler in het veld te blazen. Daar komt een dubbele wissel aan. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Scherp gepaast. Niet doen. Slecht gepaast. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Een wissel kan de nodige verandering brengen. De coach wil. Wat gaan ze hiermee doen? Ja, en nu? Hij schiet. De tijd zit er bijna op en de eindstand ziet er nu heel anders uit. Het is gebeurd. Het is toch ongelooflijk, even dat ze die wedstrijd nog winnen met dit late doelpunt.